beste kikkers. Welkom bij de 6e aflevering van Met Sassenom TV aan de keukentafel. Het heeft erg lang geduurd voordat deze aflevering online kwam. Ik ben benieuwd wat de heren hierover te zeggen hebben. Ja, het was een bliksem. Wel rapier. Ja, maar Wieger, die moet me nog wel even erbij halen. Hè? En ben ik ook even met Wieger zeggen van Wieger, weet je waarom het nou zo lang duurde? Hier, die twee jongens, die hebben het zo druk met werk. Het kon niet altijd. En dan heb je eindelijk een gaagje gevonden in de agenda van Gert. En in Batsers en Bluzie. En ik heb Bluzie nog wel eerder. Hoe is mijn Bluzie dan? Maar in ieder geval, wie bent nu in Steenweek? Steenwiek. Bij Harriet, en dan Jannie, en dan Lia. Lia. Ja. Dat waren er bij de atjes. We gaan niks in het Chinees lopen. Ik wil net zeggen, wat was hun adjudantennaam? Ja, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik prima. Wie bent in Beuren? Wie gewoon Nederlands lopen. Of niet? Wieke. 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 Zullen we hem gewoon aankloppen? Bellen? Kom maar. Ja jongens, dat lijkt me nog eens een goed idee. Hoe vind je dat dan? Oh, nou zullen ze wel weten dat we er binnen. Ik stuur ook op de naam. Ja, Henriette de Vrie. Hey, oh. Hallo. Goeiedag. Zijn jullie niet een beetje uit de richting? Ja. Steenwijk? Ja, zijn we ook. Barre tocht gemaakt? Ja, maar ja, goed. Die wonen we doen en je kunt toch niet overslaan. Nee, dat vind ik ook niet. Dan moet je wel die barre tocht in met Steenwijk. Dus dan kom je dan. Ik moest alleen van Gert, van Jan is er niet. Nee, die is thuis. Oh, gelukkig. Nee, want onze kind is dus kiezen voor de voetbal weer en dat wil ik niet. Nee, dat heb ik. Ik denk dat dat verstandig is dat ik thuis zit dan. Ja, laat me mooi studeren. Ja, dat is er wel doen, ja. Ja, nou, dat bedoel ik. Maar kom welkom in mijn huis. Dank u, dank u. Mannen. Dag binnen, Wint. Ja, ik vind het leuk. Jullie zijn hier. Ja, een verrassingsbezoek. Kijk dan nou eens. Sibintra. Sibintra. Hebben jullie erop berekend, meisjes, dat we kwamen? Hallo! Wie dacht dat het goed is? Jammer, zwart. Nou, hartstikke leuk. We hebben een kleine begroeting, hè? De kleine, dat niet helemaal naar binnen. Hele kleine. Nou, Batsen. Ja, daar zitten we, hè? Daar zitten we dan. Helemaal in het verre Steenwiek. Lekker bakje koffie aan. Jij mond er wel even afgesproken. Wie gewoon niet op zijn Chinees. Nee. Wie doen, dat is al zo lang achter ons. Wie gewoon nog gewoon hem. Valt me wel tegen van jullie. Ja, nee, we hadden ons wel voorbereid, maar die jongens die zijn dan weer in Duitsland de West en in Den Helder de West. En dus al die talen, die kennen ze dan weer niet. En Gerrit heeft zijn cursus niet afgemaakt. Dus daar zaten we niet mee. Maar, we vinden het leuk dat je natuurlijk weer in Steenwijk bent. Dat is even een andere kant op, want normaal kom je bij Okibononono. 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 Ken ik ook niet, maar in ieder geval, dat schijnt ook iets gezelligs te wezen. Oh, dat zal vast. Maar ik heb gezegd van, nee, dan kom je ook naar hem, naar Henriette toe. Ja, dus dat is altijd gezellig. Ja, toch? Ja, en vind dat is zo lang dat duurt, die jongens, je hebt zo druk met werk. Zeg, in Den Helder en in Rotterdam is je gewoon overal naartoe. In Duitsland is Gerda weer geweest, dus ja. Och, jullie zien heel wat van het Nederland. Ja. Ja, die jongens hebben dus nu overal iets veel. Nee, maar dat is altijd zo, bij mij begon altijd een vraag op de lippen. Hoe komt ze nou, ja, het is natuurlijk net een anders. Maar hoe komt ze nog bij Henriette Driesen? U Steenwijk? Geen idee. Dan moet je denk ik vragen aan mijn adjudante. Want die heeft mij gevraagd. Jannie, hoe komt dat zo? Ja, hoe komt dat zo? Toen die tijd was natuurlijk de pompenstompers bestonden niet meer. Die waren opgeheven. Nou, toen waren we zo eens bij de Oelewappers en met het vorstendom. En toen hadden we zoiets van, misschien kunnen we Henriette wel eens vragen. Zijn natuurlijk volop carnavalvierers. En dan denk je van, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze straks helemaal geen carnaval meer gaan vieren. En dat ze zich er helemaal terugtrekken. Dus, en vandaar dat wij met elkaar over gehad hebben van, misschien toch wel leuk om Henriette te vragen. Nou, dat was inderdaad leuk. Ja. Scott in de roos. Ja. Dacht ik zo. Ja, nou ja. Chinees in de roos. Chinees in de roos. Chinees in de roos. Maar zijn ze ook gelukkig in jou? Ik heb haar gevraagd, zo een beetje tussen neus en lippen door, wat ze ervan zou vinden om eens een keer hoogheid te worden. En
Ja, nou ja, ja, lekker wat mooi. Ik zeg, nou, wat zou je ervan vinden om volgend seizoen bij ons hoogheid te worden? Nou ja, dat overviel haar natuurlijk wel heel erg. Als wat zoiets van, wauw. Nou, ja. En toen zegt ze, ja, daar moet ik wel eerst over nadenken. En, want toen was de pompenstopper was nog niet helemaal ten einde. En ze hadden nog een vergadering en nou ja, toen kreeg ik na die vergadering, wat ze gehad hebben, kreeg ik een telefoontje van haar dat ze het niet ging doen. Ja, toen hadden we zoiets van... Grapje. Oh. Nee, dat was geen grapje. Ik denk wel, nee. Zo leuk is ze nog weer. Want ze zouden toch in eerste instantie doorgaan als groep, de pompenstompers en ja, nou ja. Begrijpelijk dat zij dan aangeeft van, ja, dan blijf ik toch bij die groep, ja. Bij de pompenstompers ga ik zo niet bij weg. Nou, prima. Nou, toen hebben hun later nog een keer weer een vergadering gehad en nou ja, daar is toen besloten om niet verder te gaan met de pompenstompers. En toen is er bij, ja, toen kwamen wij toch weer met de vraag van, zullen we Harriet dan toch nog gaan vragen? We hebben even een paar weken gewacht, toen hebben we weer wat appverkeer gehad en toen hebben we haar toch nog weer gebeld en gevraagd van of ze het als, ja, eventueel nog zou willen doen. En toen zei ze, ja, dan ga ik wel even overleggen met Jan. En toen op een woensdagavond, dat was eigenlijk een paar dagen daarna, toen kreeg ik een telefoontje van, ja, ik wil het doen, maar onder één voorwaarde. Oh, dat kunnen we nog, ja. Gewoon, natuurlijk. Hè. Ik moest uit je dan worden. Ja, dat zat dan wel in. Ik heb geen ja en geen nee kunnen zeggen. Want het was eigenlijk al beslist. Nou ja, beslist van, dus ja, en zodoende zijn we eigenlijk bij Harriet gekomen. Oké, maar dan goed, dan kun je het volgende. Harriet heeft netjes gewacht op het definitieve einde van de pompenstopper. Ja. Maar we hebben nog een eindleubert in ons midden. Ja. Hoe is dat gegaan? Roekoe. Nou, bij gebrek aan wat anders. Dat snap ik, maar in één gevoel van, die waren later op. Ja. Die waren toch een eileuven. Je bent nog steeds een eileuven. Ik ben nog steeds een eileuven, ja. Is dat zonder slag of stoot tot stand gekomen? Ja, dat is niks, geen probleem. Ik heb ze gewoon verrast bij de eileuven. Ze wisten het toch niet van tevoren, hè? Ik had ze niet aan de zet verder. Want, nee, dat is geen probleem. Tenminste. Dat op je nog niet. Voor zover als ik weet. Nee. Zou vast ook wel een of ander wel een keer wat er zegt hem. Dat zou kunnen, maar dat, niet dat ik weet. Nee, maar volgens mij is het ook allemaal goed ontvangen. Allemaal heel leuk gegaan. Ja. Ik zwol ze. Ja, maar weet je, je doet het ook samen. Ja, dan vond ik dit wel een mooie combinatie. Ja, toch? Ja. En, misschien gaan we nou, we doen het echt samen. Ja. Dat is het verbindt weer wat. Ja. Verbindt er iets meer. Ja, dat is ook. Ja. Ja, ik ben dol op verbinden. Ja, dat is het. Ja, altijd op verband bij me, dat is echt. Deze koffer is vol, dat is niet zo erg. Er is nog geen negatieve, ik heb geen negatieve klasse gehoord van buitenaf niet van dat dat geen goede keuze is geweest. Ik denk dat je meer toch een... Ja, een keuze, of tenminste heb gehad van, nou, dit is wel heel uniek. Hè? Jaap Hagedoorn niet, dat was die bij ons gesproken heeft. Berry van Duren. Oh, Berry. Dat hij dit eigenlijk geweldig vond. Dat het eigenlijk een ex-pompenstopper net hem anders en een eileuver en dat dat toch moet kunnen. Dat brengt het samen zijn van de vereniging en zo. Ja, dat hij vond ja, het maar heel mooi. Het moet toch ook gewoon kunnen. Ja, vind ik. Maar Berry is natuurlijk ook een spoorraas, hè? Die is van verbinding. Verbinding van iedereen aan de hand. Ja, dat is ook van verbinding. Ja, je hebt elkaar ook nodig binnen het carnaval. Ja, maar ik hoor dat iedereen dat eens zag. Ja. Dat gebeurt nog niet helemaal, vind ik. Jammer, klopt. Nee. Iedereen roept het wel, maar... Ja, ze zijn met heel veel eigenlijk werd er maar bij. Ik ben wel een jaar of wat weg bij de groepen, maar vanaf die tijd roept me al van... Jongens, het carnaval, vier die samen en dat soort dingen, maar... Ja, je viert het wel samen, maar... Net als wij zeggen, die verbinding die is er nog niet helemaal. Als punten bij punten kunnen, dan kiezen ze allemaal voor zichzelf. Ja. Ja. Als het makkelijk is. En dat is jammer. Ja, dat maar... Aten jullie vallen bij de Chinees? Dat je in één keer op die Chinees kwam, of... Hoe is dat tot stand gekomen dan? Wat? Nou, ik heb heel lang getwijfeld tussen het thema Japan of China. En ik ben natuurlijk van China, ik ben met carnaval altijd verkleed als Chinees. En het is wel lekker makkelijk. Het was wel heel makkelijk. En het is
zijn we gewoon gaan kijken en toen had Jan ook iets van, ja maar bij China heb je kleren veel leuker. Nou en toen waren we er eigenlijk heel gehard, het thema was China. Ja, nou ik vond het ook hartstikke leuk, want overal waar ik kwam, dat is van de Mieyang-Sang, in ieder geval die gaf ze aan het draaien al die naam. Dat is wel lachen. Ik ben bij een heleboel van die recepties natuurlijk geweest met opnames. En u had iedere keer andere uitspraken. Dan denk je van, zullen ze het allemaal op hetzelfde hebben? Of, van in ieder geval de bedoeling, maar allemaal goed. Ja, nu doet niet erin, wel lekker. Ja, en de opkomst was natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Niet? Ja. Ja, ik vond het geweldig. Ik zat er te denken, hoe was het er weer? Ik vond het wel zo lang geleden. Ja, dat was het heel leuk. Ja, dat was ook leuk. Met rust. Ja. En ik denk ook dat niemand had verwacht dat ik daar stond. Nee. Nee, dat, nee, want normaal dan loop je nog eens de zaal en dan hoor je van dan gonst het en... Ja, maar niemand. Ik denk dat soms geen van beiden hem verwacht. En mij ook niet. Nee. Omdat dus Wim net afging als hoogheid. Maar wie verwacht hoe altijd? Ja. Ja, dat is waar. Dat scheelt weer. Het is bij Jan ja bijna traditie. Ja, nou, dit is echt wel de laatste keer geweest, toch? Kun je me dat zwart op wit? Ja. Ja, echt. Ja. Maar hoe het zat er verder allemaal ondergaan en... Ik vond de start een beetje lastig, maar dat kwam ook door de privéomstandigheden. Doordat Jan zijn moeder was overleden, dag voor mijn opkomst. En dat vond ik gewoon heel lastig. Ja. Maar eigenlijk heb ik het gewoon ontzettend naar mijn zin gehad. Ja. Ik vond het gewoon leuk, ik vond de andere hoogheden heel leuk. Ja. Met elkaar was het heel gezellig. Ja, dat was een leuke groep. Ja, en ja, ik vond het gewoon leuk, het vermaakte me prima. Maar nou ben je wel verder, hè, in Tjua. Want in het begin in de fuseur, die allemaal, ja, we hebben nog veel contact. Maar je dat nog steeds? In de app komt er af en toe wat tussen voorbij. Ja. Maar jullie hebben nog geen barbecue bij iemand in de tuin gehad? Oh, ik bedoel, met alle hoogheden onder... Nee, we hebben wel... We hebben wel na de carnaval zijn bij Van der Valk geweest, Breukse, ja, met zijn oude. Ja. Alle hoogheden en Adjedam. Dat was ook heel leuk. En volgens mij staat we gaan eerdaags ook nog wat doen met dat organiseert Bas samen met Bianca, geloof ik. Ja, ook iets van Bas. Organiseert Bas? Bas. Oh, Bas. Oh, okay. God, ik denk dat hij is grappig, maar er is een feestje, deze is weer bij, hoor. Prins Bas. Nee, en dan ging we geloof ik iets doen, een rondvaart door de grachten of zo, met een barbecue of... Daar staat wel wat op het spel. Er zou eerst wat sportiefs gedaan worden. Maar toen kon niemand. Wel. Ja, heel gek. Ja. Was dat ook niet bij dance? Toen kon, dat zou bij dance. Ja. Maar toen kon niemand. Dus toen had Bas zoiets van, nou weet je wat, we gooien er wat eten en drinken bij en dan kan vast iedereen wel. En dat bleek dus zo. Ja, dat bleek wel. Ja. Maar kom je straks te worden, we er toch lopen naartoe? Oh, ik weet nog niet. Nee, dat... Nee, die moesten nog wel wat doen, geloof ik. Ja, voor die maar nou weet ik dat Lia, die had altijd dat met rassies. Jazeker. Op zaterdag, goeiemel. Het is weer matrassiesdag. Ja, niet die is met gerecht. Ja. Niet gerechten, maar beetgerecht. Bij het gerecht, ja. En dan heb je Harriet die zit in het onderwijs. Ja. En die heeft nu een heerlijk vakantie. Ja, die heeft. Ja, die heeft wel een heerlijk onderwijs. Dat is iemand te dragen als ze heeft. Ja, vakantie. Ja, dat werken mensen. Nee, maar hoe, op school, hoe werd dat gebracht? Met die kindertjes. Welke groep mij? Ik geef les aan 14, 15, 16-jarigen. Dus dat is het voortgezet? Ja, de pubers. De pubers. Maar het carnaval leeft eigenlijk in Meppel waar ik werk niet. Niet? Dus daar hebben we het eigenlijk ook niet over gehad. Oké. Okay. Ze wisten er wel van dat je dat... Nee, en de collega's wisten het van mij. Want enkele collega's vieren carnaval. En die wisten het. Ja. Maar bij de leerlingen niet. Dat leeft niet. Maar ligt er dan geen taak voor u dat je ze met die opvoedt? Met carnaval? Oké, ja, dat is toch hoor, daarin. Ja, je moet eerst beginnen. Ja, je hebt zo'n massie maken en dan vertel je met Tino van jou. En dat is nog eens net Lian en Lian met. Ja. Oh prima, die vond jij maar gegeven bij mij. Ja, nee, maar ik bedoel op die school, omdat die had ook gegeven bij mij. Ja, maar die zijn geweest op school bij mij. Als voorbeeld voor die kinderen allemaal dan. Ja, dat had gekund. In het uniform van... Ja, waarom niet? Ja, ik zeg niet te gek. Nee, dus daar heb je weinig voor Duzan dan. Ja, nee, niks. Nou, dan is straks het zwarte pak aan. Dan wordt net even anders de vereniging waar hij bij blijft. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Dan blijft bij de vereniging, dan gaan we erbij. Ja. Neem Jan mee. En met Jan wat zelf ook aan? Of zorgen dat dan al voor het eerst? Nee, dat weet hij al. Oh. Jan, je hebt me overrompeld. Nou, dat had ze jou niet overrompeld, tot wij hadden ze al gevraagd, dan heb ze jou niet overrompeld. Ja.
Dus Jan ging ook in het park? Jan gaat ook in het park, ja. Ja, zijn we heel blij mee. Ja. Toch weer wat nieuwe aanwinsten. Want nou ja, wat men zo ziet in de carnavalswereld, dat de groepen toch wel weer steeds kleiner worden. Ja. En dat is best jammer. Ja. En, ja, wij hopen natuurlijk als Nerrymanners de komende tijd toch wel eens een beetje weer te gaan groeien. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn, maar dat wordt wel steeds moeilijker. Nou ja, waar we het net ook al over hadden, van meer samenhorigheid. Ik heb het idee dat mensen niet meer zoveel van carnaval, ze hebben allemaal andere dingen daarnaast. Er is te veel. Ja, maar je ziet ook steeds meer dat mensen kiezen voor alleen het weekend zelf. En dat ze de rest, zie je ook op alle evenementen, je ziet eigenlijk overal nog maar zwarte pakken. Ja, maar dan vind ik het wel jammer in het begin, want dan heel veel dat gedonder, hè? Want iedereen die viert aan carnaval en dan is de enige wel eens aan het denken van dat is dan jammer. Maar je moet ook maar kijken van, we moeten kijken hoeveel kroegen eigenlijk in zomer straks al niet meer carnaval vieren. En dat vind ik ook heel jammer, dat niet meer gebeurt, want nou ja, we zijn natuurlijk Stappers In, die zijn we eigenlijk kwijt, wat altijd ook een gezellige carnavalskroeg was, nou de vierjaargetijden. Wat ik begreep, dat... Beetje. Ik weet niet hoe het heet, maar... volgens mij... Ja, bij de dingen gewerkt. Bij de Belgische Belg. Ja, Bert heeft er niet veel zin in. Nee, wat ik begrijp, nou, is dat ook al niet meer... Ja, nou ja, wat blijft er dan over? Dan blijft er niet veel meer over voor carnavalskroegen. En als dat allemaal al minder wordt, dan zeggen de mensen ook, nou, ik vind er niet veel meer in. Of niet veel meer aan om in zo'n carnaval te vieren. Dan ben ik toch bang dat het... Ja, maar buiten kroegjes om. Je hebt natuurlijk ook niet meer... kijk, zoals vroeger had je nog Slies. Dan had je ook grotere locaties nog waar je feesten kon geven. En waar ook iedereen naartoe kon. Ja, maar daarom is misschien juist zo mooi... Dat alle verenigingen bijvoorbeeld zouden zeggen van... Nou, kom, we gaan die zaterdagavond... Voor de mensen die niet in de stad willen zijn desnoods... Gaan we gewoon een grote zaal afhuren, dan gaan we alle carnavalsverenigingen. Ja. En nou, wie dan wil komen, ga lekker gezellig dan carnaval vieren. Kan hartstikke mooi zijn. Ik denk dat je dat best wel mist. Gewoon een grote locatie waar echt iedereen naartoe kan. Ja. En kunnen we dan van Ariët nog wat verwachten? Bruisende ideeën. Een grote locatie. Ja. Ja, ik ben geen Zwollenaar natuurlijk, ik heb geen idee van wat voor locatie is. Ja, maar dat is misschien juist goed, dat kun je als buiten staan, dan kijk je de ding al. Ja, kijk ik ding al, ja. Ik weet niet of je daar expliciet nog van mij veel van mij van kan verwachten. Nou, maar denk er zo over dan, kom niet op. Ik denk dat ik gewoon heerlijk in het zwarte pakje... Harriet, die viert gewoon carnaval. En dat denk ik van, ik vind het wel goed. Ja. Ik denk geen verplichtingen meer dat ik denk, oh, wat zijn mijn adjudanten dan wel? Ik denk, nee, gewoon lekker weer vrij rondlopen. Ja, ja, natuurlijk is dat wel mooi. Maar ja, goed, het is net als wat... Je mist sowieso al dat er niks voor de jeugd is. Nee. Dat heet het sowieso al niet. Nou, dan heet die tent, ik vind het verschrikkelijk. Die tent daar op de dingen. Dat zou ik wel net niet zeggen. Nou, dat is gewoon zo. Want er zitten alleen maar jongeren. Ja. En die zitten aan de sinaas en aan de cola. En die zijn verveeld. Ja, allemaal drank en die zijn verveeld. Ja. En het is er altijd hutje met je vol. Dat klopt. En dan denk je bij mezelf van, schuif zo'n tent naar de zijkant van het centrum en zet er een grote tent neer. En hoef je geen grote zaal af te doen om dat op te doen. Dat zou natuurlijk een grote tent of zo. Dat was een idee. Wat je misschien ook... Maar je kan doen in Zwolle, is zet er gewoon ergens een podium neer. Want dat is wat ik eigenlijk afgelopen jaar heel gemerkt heb. Mist is gewoon dat men op straat carnaval vieren. Ja, wij gaan natuurlijk elk jaar naar het zuiden toe. Dat doen wij altijd. Hè. En dan hebben ze gewoon een podium buiten. Wat tentjes van drankjes. En het is gewoon ook hartstikke druk op straat. Ja, maar ik denk dat je daarmee zit met de regelgeving hier van de gemeente uit. Ja. Kijk, als je nagaat dat je vroeger met de stof, met je paraplu aan de kruiwagen is. En dat ze... Daar heb je geen vergunning voor nodig. Je meldt dat bij de gemeente. Van wie doet op maandagmiddag dit en op dinsdagmiddag doen we dat. Ja. Dat was goed. Maar dat mag dan nu heeft tegenwoordig overal een vergunning voor nodig. Ja. En dan de eindelijk hebben dan zo'n paraplu-vergunning. Ja, en dan kun je alles eronder stoppen. Maar op een gegeven moment, die gemeente die zegt ook van ja, hallo. Ja, maar dat is een restrictie, Jan. Ja. Ja, maar niet met geluidversterking met een dat is juist zo jammer. Want dan kan je Zwolle toch daar ook mee promoten. Wat carnaval betreft. Als je buiten voor jaren terug. In het begin dat wij geen carnaval vieren, dat was op de maandagmiddag, was het echt gewoon allemaal verklede mensen op straat. Ja, klopt. Nu
zie je op maandagmiddag, dan lopen wij daar verkleed rond en dan kijken ze jou van, ja, ach, je gek van. Die valk is gek. Je had zo'n jaar geleden maar je ook de hering aan op de woensdag. Ja. Oh, was de hering op woensdag. Ja, maar dat is een nou woensdag. Is het al op dinsdag en dan bent al een heleboel, die zijn om 10 uur van, nou de hering is weer op, jongens, ik heb wel eens op dinsdag ochtend aan het gastensplein liepen, dat ik dacht van, is nog wel carnaval? Ja, dinsdagmiddag, bij de gezelligheid was dan nog wat. Maar en eigenlijk. Met ja. Zoals café nog. Ja, ja, maar ja. Op dinsdagmiddag niet meer. Nee. Dat is, dat is ook helemaal klaar. Maar hoe heet dat? En dan samen dan ben je allemaal eigenlijk met allemaal je eigen vereniging in je eigen residentie. Ja, en dat is gewoon. Ja, dat is zo jammer. Ja, maar als je die kijkt voor de volk er is bij het IJleuven opzetten. En hij zoiets organiseert met alle verenigingen bij het IJleuven neerhalen. Denk ik dat je door best een hele leuke om kunt maken. Dat kan met een podiumpie en wat muziek. Dat kan ook wel. Maar, met alle verenigingen, net wij zeggen, die zit in Westnolte, die zit in de Bestevaart, jullie zitten dan toevallig net in de stad. Maar iedereen blijft bij zijn eigen café. Er lukken hier twee om met een vuur naar die IJleuven, die haalt daar bleem op. En klopt. Ja, maar dat wordt gewoon niet vanaf geweten. De laatste paar jaar is het wel dat er wel steeds meer die dinsdagavond erbij is bij die IJleuven neergaan. Ah, dat promoten ze ook zo graag, hè? Afgelopen jaar liep er dus wat niemand, hoor. Ook van vereniging niet, er liep er één of twee man die even het probleem op halen en die weer... Ja, van de vereniging helemaal compleet. Ja, van andere verenigingen. Van de rest... Ik heb niet expliciet over net anders, maar gewoon in het algemeen. Nou, dan wil ik nog even weten. Buk me Jan, wat was nou jouw hoogtepunt van het carnaval? De koffer. Ja, de koffer die was heel leuk. Nee, als ik echt kijk, vond ik de optocht heel geweldig. En ook eigenlijk de kerkdienst. Want dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Ja, maar was dit weer natuurlijk ook een unicum, hè? Zo. Ik vond dat stukje niet zo. Ja, dat was erg mooi. Dat was kippenvel. Ja. Maar ja, ook, eigenlijk is alles mooi. Vrijdagavond daarboven staan, vond ik ook geweldig. Ja, dat was dus eigenlijk was het hele carnaval toen. Ja. Ja. Nou, en Jannie dan? Heb Jannie nog een hoogtepuntje? Buiten... jullie moeten dat de kerk Jannie is met de fut. Die moet er niet bij rekenen. Ah, nou weet je, ik heb natuurlijk eigenlijk... Ja, toen ik zelf hoogheid was, heb ik natuurlijk ook heel veel momenten... Wat wij nu hebben gedaan. En wij, ja... Heb ik eigenlijk allemaal een keer meegemaakt. Dus dit was voor mij eigenlijk... Ik vond het echt super mooi, maar het was niet zo dat ik zeg van, nou ik vond nou dit mooier als dat. Ik vind Nijmegen altijd mooi, we gaan naar Wezel, dat vind ik altijd hartstikke gezellig. De optocht vind ik leuk. Ik denk dat voor een hoogheid anders is dan als je adjudant bent. Een hoogheid en zeker met zo'n geschiedenis als Marie. Ja. Ja, nee, straks op alle kant. Ja. Nou, dan gaan we nu even van hier hebben. Buurt met feit om bij te horen, heb ik Rien en Jan met pensioen giet. Wat was het verder? Dat was ook echt een hoogtepunt. Ja, hè? De buitenwacht vond ik toch wel heel erg gaaf, dat we daar bovenop stonden. Dat is toch wel heel mooi, hè? Ja. Het enige wat ik jammer vond, ik vond Sjoen, dat de mensen met de camera's en de fototoestellen, die wisten nergens van. Oké. Die stonden zo met verkeerde mensen. Ja, maar niemand wist er wat van. Nee, maar ik bedoel, maar ook de vaste mensen die altijd de foto's maken. Ja. Die stonden allemaal met verkeerde lenzen. Dus je bedoelt mezelf? Onder andere. Ja, dus er waren er meerdere, hè? Maar het ging over meer hoogtepunt. Ja. Ja, waarom? Dat was een erg hoog hoogtepunt. Nee, maar het was allemachtig mooi om te zien, hè? Zo, dat hele ja, dat was wel. Ja, dat was om te zien, echt. Dat was voor ons wel bijzonder. Ja, het voorstel natuurlijk, dat je eraan kwam, niemand die stond er nog. En dan weer per groep werd je natuurlijk naar voren gehaald. Ja. En dan laat allemaal in die dakgutten. Ja. Toch nog in de gutten. Ja, maar iedereen wat jij hoorde naar beneden, ja, die vond het wel mooi. Ja, iedereen was heel positief erover. Ja. Maar inderdaad, net waar je zegt van ja, daar inderdaad had geen foto's. En die hadden twee keer al verkeerd de zomernaar, die werd een keer niet goed gespeeld. Er was een miscommunicatie met... Hij speelde bij ons boven anders dan dat hij daar beneden. Dus je had... Dat kwam door, ik weet niet meer waardoor het nou kwam. Dat was... Daar was het verschillend. Wij zagen voor mij met die kant de zonne-meters ding.
En daar zaten ze alleen maar daarmee te zingen. En dat was een beetje het verschil. Ja, de zon naar beneden die kwam van Martijn af. Met ja. De Mondadon. Ja, en die boven. En boven, wat heb je, die had de muziek aan. Ja, en dat liep niet helemaal. Dat liep niet helemaal goed, dat klopt. Ja, dat klopt. Nee, maar ja, dat was... ja, maar het was heel bezig om mee te maken, toch? Het was een uitvinding. Ja, maar de eerste keer. Ja. Dat was super. Dat ging nog niet alles goed. Nee, dat moet ook niet. Het is een carnaval. Ja, het is feest. Ja. Nou, en dan, meestal loop ik dan 10 antennen en dan vraag ik altijd aan mijn vriend in, heb je nog een intelligente verhoren? Maar weet je al gesteld in de tussen? Dat zeg ik altijd niet. Je hebt mijn vrouw, maar ik moet 4 uur in de auto verteld hebben. Je bent al verpikt. Oh, dat is verdikkend. Ja. Ja. Even onbewust. Ja. Nou, en nou dan? Ja, nou zit ik hier weer. Ik ben nog wel weer bijvoorbeeld, hè? Nou, alleen dat Gert zo stiet. Nee. Maar ik heb nog geen vingers gezien, hoor. Nee? Nou, kijk maar eens naar hem. Nee, ja, Kiek me vertelt alles weer, hè, die Bats. Dat, is, ja. Dat vind ik nog niet leuk, hè. Maar mensen zullen het weten bij ons achter de schermen. Ik heb ook een paper bij alle polen zijn, maar ik kan het toch ook zien? Ja, maar je weet hoe later dat we begonnen bent. Nee, ik heb wel, dat weet ik wel. Nou, maar als ik een vraag aan jullie stel, wat vonden jullie het mooiste van carnaval dan? Wat heb je? Ja? Wat kan het ik het bedden. Kijk, als je terugkwam van een opname of zo, en dan was er nu van die Batsen, dan ben je zo achterhand lopen. Ja, dat is wel. Het valt natuurlijk niet met. Nee, nou, het mooiste. Nee, wat ik het leukste vond, dat is de opkomsten. Dat vond ik het leukste, de opkomsten. Okay. Het is voor Gerda het moeilijkste met filmen. Ja. En voor ons het makkelijkste om te doen. Maar als ik het dan zie, ja, je ziet het dan later weer op televisie of iPad of telefoon waar wij het ook op wil kijken. Ja, dat vind ik toch echt wel de mooiste ding. Okay, ja. Ja. Ja, inderdaad ook weer. Ja, maar zo'n filmpje zie je dan toch net weer even wat meer als... Ja, dat is meestal weer wat. Zeker ja, als wij opkomen, ik krijg de helft niet mee. Nee. De helft niet. Ik zie hem in de zaal hier, zie al de kopjes van, oh, zij. Maar verder krijg je eigenlijk gewoon niks meer. Ja, en dan net als wat jij zei, die kerkdienst. Ja, geweldig. Ja, dat was ook heel mooi. Ja, ik heb de voorbereiding meegemaakt. Nou, en dan iedere keer dan... net als we zijn kippenvel, nou, dat denk ik nog niet. Ik ben wel een paar keer dat. Maar aan de andere kant, ik vond het gemeentehuis was ook heel leuk. Wij kregen natuurlijk... Ik was bij de Pompenstomps, waren we ook altijd in het gemeentehuis. Kregen we ook de stadsleutel. Maar dat was niet te vergelijken met dit. Ja, hier is Levi, bedoel ik. Ja, dat was gewoon een beetje... saai. Ja. Vergeleken met dit. Dit was echt een compleet feest. Vond ik ook heel mooi om te zien. Ja. Nou, vriendin, daar zie je geen ding meer. Nee, maar ik heb nog een kop gekregen. Ja. Dan begin met Wieger, willen we dan even afsluiten. Want we praten ook altijd nog tegen Wieger. Hè? Ja, we zitten dus nog. Dat is het Wieger. Wieger zit dus, Wieger die praat van mij los. Dat is Wieger, ik hoop dat je weer een mooi stukje van kunt maken. Wat zien we ook kijken naar Wieger, jongen. Daar weer het. En dan moeten we kijken of Wieger dan wat leuks kan inlopen. Oh, dat gelukt is wel. Ja, dat kan zo goed. Ik denk dat de zatdeur is hoor. Misschien doen we lukken, Wiegers. En dan Wieger dat ook zeggen van, jongen, maak er wat moois van. Ik wil de dames bedanken en mijn vriend die Batsen bedanken. En de camera crew bedanken. Ja, okay. Herman die zit er ook weer met de lampen. Herman die heeft de lampen omhoog. Ja, door met z'n bij, hè. Hij is lampen houden. Brengt het toch nog in. Jongens, bedankt. Ajo. Jullie ook bedankt. Nou beste kikkers, bedankt maar weer voor dit seizoen. Wie gaat ons opmaken voor het nieuwe seizoen? En dat is maar zo weer. Tot kijk!